De seniorenvereniging op een Bakel, Milees en de Rips organiseerde dinsdag in de Schans een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden uit deze plaatsen. Het thema was voorkom en herken een beroerte. Deze bijeenkomst werd onder andere begeleid door mevrouw Ruud Kempers van de Zorgboog en Tessa van Tongeren van de Savantzorg. De opkomst was zeer groot met 70 aandachtige luisteraars. Voor veel mensen is het herkennen van een beroerte lastig. Naast problemen met mond, spraak en of arm hebben veel mensen ook last van dubbel of wazig zien en blindheid aan één of beide ogen. Maar ook de coördinatie en of evenwichtstoornissen en duizeligheid speelt op. Ernstige hoofdpijn en verlamming aan een been kan ook een signaal zijn. Bij het constateren van deze signalen moet meteen 112 gebeld worden, want een snelle behandeling kan hersenbeschadiging voorkomen.